We gaan heel veel zand in het veen verwerken om prachtige kaders te maken. Want de oude kaders zijn lek. Dit plaatje zegt eigenlijk alles. De kaders in het Vochteloerveen zijn verrot en zo lek als een mandje. De kaders worden vervangen en een stuk duurzamer. In totaal moeten 50 kilometer kader worden vervangen. Als dat niet gebeurt, kan het natuurgebied grote problemen krijgen. Nou, dan zal het veen verdrogen, dan zullen heel veel soorten verdwijnen. Maar ook belangrijk is dat dan heel veel veenmateriaal gaat oxideren. En dat betekent dat er heel veel CO2 de lucht in verdwijnt. Het water moet vastgehouden worden om het hoogveen ook te bewaren voor de komende generaties. De aanpak van het Vochteloerveen is dus broodnodig, al heeft het wel even geduurd voordat ze aan de slag konden in het gebied. Sowieso om te kijken wat kan, wat is mogelijk. Er is ook van veel andere projecten geleerd in de afgelopen tijd. Maar ook vooral de participatie, dus het meedenken van de omgeving. Ja, dat vraagt heel veel tijd, maar we zijn gelukkig nu in de uitvoering. Zijn we niet wat laat met het herstel van die kaders? Ja en nee. In feite hebben wij een stuk of 20 jaar geleden hebben we kaders aangelegd. En met de verwachting dat die een jaar of 30, 40, 50 mee zouden gaan. Dat is helaas niet zo. Dat heeft ook deels met de droogte te maken. Het is sneller droog en dan oxideert het veen. En dan zijn de kaders sneller bloot komen liggen, waardoor het eerder ging rotten. We willen dat veen echt behouden, toekomstbestendig maken. En de enige oplossing voor de lange termijn is zandkaders en niet meer van hout of ander materiaal. Het vervangen van de kaders in het Vochteloerveen gaat in totaal 6 jaar duren.